Je kan het aan laten sluiten bij je bedrijf, maar ook bij je als persoon. Je kan kiezen wat bij je past. Voerefficiëntie en verschillende maaistadium, dat past echt bij mij. Dat past bij mijn bedrijf. Hè. Ja, dat vind ik gewoon een heel groot voordeel en dat was ook mijn trigger om eraan mee te doen. Hoe maken we de landbouw klaar voor de toekomst? Kunnen we naar een meer natuurinclusieve landbouw waar boer en samenleving achter staan? Ons voedselsysteem kan duurzamer. Dat is niet alleen beter voor de natuur, maar ook voor de boer. De Europese Commissie zet met de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, GLB, na 2022 in op het ondersteunen van boeren bij deze beweging. Voldoende waardering om die extra inspanningen, dat we daar een vergoeding voor krijgen. Een vergoeding krijgen voor het landschap wat we creëren met de boomgaard. En het GLB is daarvoor denk ik een instrument. Er zijn in Nederland 7 verschillende GLB-pilots. 6 regionale en 1 landelijke. Deze zijn uitgevoerd door 20 agrarische collectieven en LTO. Hierin vertaalden boeren zelf de GLB-duurzaamheidsdoelen naar veldmaatregelen voor biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat. Hiervoor maakten ze gebiedsplannen, sectorplannen en maatregelenmenu's. Ook testten ze maatregelen en ontwikkelden ze puntensystemen om deze te waarderen. Vele honderden boeren dachten hierover mee. Boeren blijken gemotiveerd om de landbouw verder te verduurzamen als zij zelf de maatregelen kunnen kiezen die passen bij hun bedrijf en de opgaven voor het gebied. Belangrijk hierbij is dat de maatregelen marktconform worden beloond. We staan hier in het pilotgebied bij een van de veldmaatregelen. Hier is door middel van niet-kerende grondbewerking vogelvriendelijk graan breder ingezaaid dan gangbaar. Daarmee creëer je openheid en dat biedt bijvoorbeeld voor vogels de mogelijkheid om er tussendoor te kunnen. Hoe het GLB gaat veranderen en wat de resultaten zijn van de pilots is te zien in de volgende 6 hoofdstukken. Het nieuwe GLB gaat vergroening sterker belonen met doelgerichte betalingen. In de basispremie zullen straks de huidige vergroeningseisen worden opgenomen. Boeren die verder willen vergroenen, kunnen vrijwillig maatregelen kiezen uit de nieuwe ecoregeling. In de ecoregeling heeft de boer de keuze uit een breed scala aan maatregelen. De vergoeding daarvoor komt bovenop de basispremie. Daarnaast blijft het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ANLB bestaan. Daarin werken boeren aan het beschermen van diersoorten van internationaal belang. Het nieuwe GLB wil een breed scala aan bedrijven stimuleren om verder te vergroenen. Dit vraagt dus om maatwerk. Allereerst moeten de vergroeningsmaatregelen rekening houden met de verschillen tussen veehouderij, akkerbouw en tuinbouw en tussen intensieve en extensieve bedrijven. In 2020, dit jaar, hebben we invulling gegeven aan verschillende veldmaatregelen. Op de achtergrond ziet u een bloemrijke akkerrand naast een gewas waarbij de nadruk wordt gelegd op het aantrekken van insecten. We hebben hier ook veel klaver in de weilanden staan. En klaver kan stikstof uit de lucht vangen en weer afgeven aan de bodem, wat gunstig is voor mijn kringloop. Ten tweede zijn er belangrijke verschillen in grondsoort. Klei, veen, zand en lus. En ten derde liggen er ook nog regionaal verschillende opgaven. De ene regio kampt met verdroging, in de andere is schoon water van belang en bij de derde is behoefte aan een gevarieerder landschap. Er zijn dus goede combinaties nodig om de juiste maatregelen op de juiste plek te krijgen. We staan hier in de Veenkolonie in Kielbinderweer en dan zie je hier de prachtige veenwijken in combinatie met de akkerrand. Hier hebben we echt gefocust op de waterkwaliteit in combinatie met de biodiversiteit. De pilots hebben met boeren en gebiedspartijen gewerkt aan regionale en sectorale maatregelenmenu's. Elke pilot stelde zo een menu samen van 5 tot 20 praktisch inpasbare maatregelen. Samen kwamen zij op wel 80 mogelijke vergroeningsmaatregelen. Daarbij zit voor elk wat wils. Laagdrempelige maatregelen, bijvoorbeeld om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. En verdergaande maatregelen, bijvoorbeeld voor natuur en landschap. De aanpassing die ik de afgelopen jaren gedaan heb, is dat ik ben zoveel mogelijk overgestapt op niet-kerende grondbewerking. Ik probeer zoveel mogelijk vaste mest toe te dienen na de oogst. En ik produceer mijn eigen compost wat van riet gemaakt wordt. De ontwikkelde maatregelenmenu's vormen bouwstenen voor het landelijk ecoregelingsmenu. Een regio maakt bijvoorbeeld samen met de overheid een selectie die past bij het gebied. De boer kiest hieruit vervolgens de maatregelen die passen bij zijn bedrijf. En verschillende boeren zien al resultaten. Was ik op een website, was om de 3-4 maanden satellietfoto's van percelen maken over heel Nederland. En dan keek ik naar dit perceel en dan zag ik rondom de proefveldjes was het helemaal verdord. En de proefveldjes die waren nog helemaal groen. Dus ja, dat is toch een teken dat kruidenrijk grasland beter tegen droogte kan. Door aan de ecoregeling een puntensysteem te koppelen, krijgt de boer meer keuzevrijheid en de overheid meer mogelijkheden om op doelen te sturen. Dat bleek uit de 3 pilots die met een puntensysteem hebben geoefend. Het puntensysteem berekent eigenlijk hoeveel een maatregel bijdraagt aan een bepaald doel, zet daar een bepaalde waarde achter en bepaalt vervolgens of een boer voldoende doet om zijn ecopremie eigenlijk binnen te halen. De punten en bijbehorende beloning zijn gebaseerd op 3 factoren. Urgentie, prestatie en combinatie. Heeft bijvoorbeeld de bodemkwaliteit prioriteit, dan verdient dit onderdeel relatief veel punten. Voor het prestatieniveau hebben de pilots gewerkt met een medaillesysteem. Brons, zilver en goud. Ook een gunstige ruimtelijke situering van de maatregelen krijgt extra punten. De pilots ontwikkelden ook handige apps waarmee de boeren administratief ontlast worden en gemakkelijk hun puntenscore kunnen berekenen. De pilots laten zien dat kennis een belangrijke succesfactor is voor een effectieve vergroening. Kennisuitwisseling kan bijvoorbeeld worden beloond via een puntensysteem. Het stimuleert boeren om mee te doen aan veldexcursies, cursussen te volgen, deel te nemen aan studieclubs en de kennis van erfbetreders goed te benutten. Eigenlijk leren we dit te laat. We hebben heel lang op school gezeten. Dit hebben we niet geleerd. Dat vind ik wel een gemiste kans. Hoewel hun rol in de ecoregeling nog onzeker is, hebben de agrarische collectieven in de pilot een actieve rol gespeeld. De collectieven betrokken gebiedspartijen en legden met deelnemers de juiste maatregelen op de juiste plek. De ene keer was die rol vooral adviserend, de andere keer ook regisserend. Uiteraard kunnen straks ook andere partijen deze rol vervullen. Het collectief heeft al het netwerk en de contacten met alle boeren, dus dat is een groot pluspunt. Ik denk ook dat het collectief ook streekgebonden maatwerk kan leveren. Want in deze streek met veel sloten en veenweidepolters zijn weer andere maatregelen passend als in andere streken. Dat maatwerk is heel belangrijk om draagvlak te hebben, maar ook om resultaten te boeken. In het nieuwe GLB moeten de basispremie, de ecoregeling en het ANLB elkaar maximaal gaan versterken. De boeren in de pilots hebben ook ideeën ontwikkeld over hoe deze 3 vergroeningslagen goed op elkaar kunnen aansluiten. Hoe de ecoregeling en het ANLB elkaar kunnen versterken, laat de Limburgse pilot zien. Zo beschermt het Limburgse collectief de korenwolf via het agrarisch natuurbeheer. Vanuit de ecoregeling kunnen boeren extra bescherming bieden door van hun graan alleen de arend te oogsten en de halm te laten staan. Dit biedt de korenwolf en andere soorten meer schuilgelegenheid. Doordat alle boeren aan de ecoregeling kunnen deelnemen, kan winst worden behaald voor soorten met een groot leefgebied zoals de kievit. Naast zwaarder beheer, zoals het plasdras zetten van weilanden en uitgesteld maaien vanuit het agrarisch natuurbeheer, zouden boeren binnen de ecoregeling betaald kunnen krijgen om graslanden te laten staan. Daarmee heeft de kievit meer broedgelegenheid en meer schuilgelegenheid tegen predatoren. Ook voor landschapselementen als houtwallen en hagen zijn interessante combinaties mogelijk. Zo zouden alle boeren via de basispremie en de ecoregeling kunnen worden beloond voor de instandhouding van landschapselementen en via het ANLB voor het beheer. De GLB-pilots hebben gewerkt aan een effectieve vergroening door maatwerk, keuzevrijheid en gunstige beheercombinaties. Het resultaat? Een economisch vitale landbouw die bijdraagt aan een groene leefomgeving voor iedereen. Dit systeem gaat werken omdat de boeren zelf aan het stuur zitten. En de ene boer kan linksom naar de doelen toe en de ander die kan rechtsom naar de doelen toe. En wat afhankelijk is van je regio, van je locatie, van je grondsoort en van je persoonlijke ambities. En daarmee kan je dingen veel beter realiseren dan het van bovenaf wordt opgelegd.